Dat is een beetje het mooiste van die baan eigenlijk. Hè. Je loopt alle dag een beetje natuur en ja, tuurlijk. Je doet dit, maar het speuren, dat is het allermooiste. Zie je wel, die boomse steeltje? Ja, en dat... Nou, daar letten wij dan nu juist op. Als dat spulboom wat water draait. Dan is het daar voor zeker zeg maar, dat je dan een nest hebt zitten. Zet hem dan ook alsjeblieft onder het water. Niet dat je ziet zeg maar, van dat andere mensen die gaten kunnen zien en die klemmen kunnen zien. Of je bent ze kwijt. Of er zwemt een andere gedierte zwemt erin. Dan zie je dus een mooi voorbeeld wat de gevolgen zijn van een muskelrat. Je kunt duidelijk zien dat hij daar, nou, heeft daar misschien één of twee nesten gehad. En door invloed van veel wind, golfslag, is dat in die gangen gekomen. En daar krijg je die verzakkingen van. En dat kan mede versterkt worden, die verzakking, als een zwaar landbouwvoertuig een beetje dicht aan de kant gaat. Nee, je gelijk een verzakking. Het is altijd wel leuk tijd. Kijk, er zit ook weer een, hè. Juist die graafmachientjes, daar ze die schade mee veroorzaakt. Zwempootjes. En waar ze nou echt mee sturen, dat is die muskelgraat met zijn platte steer. Nou, dit ben die tandjes.